Voor iedereen die thuis ook zit te stoppen met roken en deze maand tot 28 oktober niet mag roken, heb jij één hele goede tip voor ze die je deze week hebt geleerd? Ja, een tip. Geef jezelf niet de schuld van die vervelende verslaving. Dat je alles kan wat je wil. En dat het mindfucken is dat je zegt ik kan het niet. Want in principe kan je alles bereiken wat je wil. Of nou stoppen met roken is of stoppen met een andere verslaving. Als je er 100% achter staat, dan kan je dat. En dat heb ik geleerd. En de rest zijn allemaal gedachtenkronkels. Je kan 40 manieren verzinnen om een sigaretje te willen. Maar je kan ook 40 manieren verzinnen om dat sigaretje niet te willen. En dat heb ik geleerd. Prachtig. Ja. Dus jij gaat het volhouden? Ik ga het zeker volhouden, ja. De eerste twee dagen was heel zwaar. De derde dag werd het minder. En nou kun je er gewoon grapjes over maken. Van, kom op, we gaan even lekker ook. Grapjes. Het is even weg. Eens wat ik kan zeggen, gewoon er niet aan denken. En gewoon het geld wat je nu hebt overgehouden, gewoon lekker uitgeven aan andere dingen. Dus gewoon, al wil je een PlayStation kopen of een nieuwe televisie of misschien heb je een nieuwe auto nodig of een motor. Gewoon lekker kopen, gewoon je geld uitgeven aan de raarste dingen. Maakt allemaal niet uit wat het is. Ja, dan heb je in ieder geval ook geen geld om te roken. Dat is eigenlijk ja, misschien mijn tip.